de spoorzone van Zwolle. Het wordt een urban stadsgebied waarbij de kennisontwikkeling, duurzaamheid en innovatie voorop staan. Maar hoe gaat de spoorzone er in de toekomst uitzien? Dat en meer is vandaag en morgen te zien op het Proto Kennisfestival. De kunst is natuurlijk laten we 3D printen. En we willen graag aan jou overhandigen. Heel mooi, prachtig. Dit is hem. Je bent betrokken geweest bij de ontwikkeling van de merkidentiteit. Wat is je rol precies geweest? Ja, dat klopt. Ik ben van huis uit ontwerper. Dus vandaar het visuele merk hebben wij ontwikkeld. Maar daarnaast ben ik ook betrokken geweest bij het strategische verhaal achter dit merk. Maar daar veel meer ondersteunend. Samen met een grote dreamteam van allerlei Zwollenaren en mensen hier uit de omgeving die een goede bijdrage konden leveren aan de ontwikkeling van dit merk. Dus er was een club van 20 man en daar hebben we het hele voortraject mee gedaan, waarmee we samen eigenlijk het merkverhaal gecreëerd hebben. En dat merkverhaal dat is een ambitieus statement eigenlijk wat we maken als als merk van wij, Spoorzone Zwolle, staan hiervoor. Dat heb je net ook kunnen horen bij de animatie. En we willen gewoon echt dat hier dat er wat tofs gaat gebeuren hier in het gebied. En dat het een ontwikkelingen worden die het gebied heel leefbaar maken. En ook zorgen dat je zegt van ik wil ook na 5 uur wil ik in dit gebied zijn. En niet alleen maar nu werken en dan weg. En dus dat. Maar mijn rol, nog even daarop terugkomend. Ik heb dus echt ons bureau heeft het merk, het visuele merk ontwikkeld. En dat zie je hier, hierachter. Onder andere deze grote S waar we voor staan. Wat kun je daarover vertellen? Nou, wat ik graag wil vertellen is dat dit de huisstijl is gebaseerd op alle verschillende deelgebieden die hier zijn. Je hebt natuurlijk waar we nu staan, dus District Z en de werkplaatsen. Je hebt aan die kant heb je Willemskwartier en je hebt daar de Hansenhoven en nog een paar gebieden die allemaal een heel eigen identiteit hebben en ook verschillende eigen functies. En toch vormen die een geheel als Spoorzone Zwolle. En dat hebben we willen terugbrengen ook in de huisstijl. Dus dat zie je terug ook bijvoorbeeld in deze letter S, die een soort abstrahering is van al die verschillende deelgebiedjes die samen zijn gekomen. En het is nog echt een gebied in ontwikkeling. En daarom hebben we ook de letter S niet perfect gemaakt. Dus een aantal delen staan eigenlijk nog niet helemaal op zijn plek. Zoals als je kijkt naar deze vorm. Die zou eigenlijk nog gekanteld moeten worden. Nog een geflipt om goed te staan. En er missen ook gewoon een paar onderdelen nog een beetje. Dus zo, het is echt nog een gebied in ontwikkeling. En dat hebben we willen laten zien in de huisstijl. We staan hier bij de maquette van de nieuwe spoorzone. En misschien kunt u wat vertellen over de ontwikkeling van dit gebied. Ja, wat we hier hebben geprobeerd is door middel van een maquette te laten zien hoe het bestaande en het nieuwe in elkaar grijpt. En wat je dus heel mooi kunt zien is de witte gebouwen die zijn nieuw. En de donkere gebouwen, dat is bestaande structuur. Je ziet het spoor lopen, dat is de grijze rand die er rondomheen loopt. En daar hebben we de binnenstad. En wat je dan ziet is dat er verschillende deelgebieden zijn. Die hebben we ook geprobeerd om die weer te geven op deze platen. Hier is bijvoorbeeld het Gildenhof weergegeven. En dat is dan deze locatie. Dus dan kun je zien aan de hand van de tekeningen wat ongeveer de bedoeling is. En je kunt zien op de maquette waar het precies landt en ook hoe hoog de dingen zijn. Want dat is natuurlijk iets nieuws voor Zwolle, hè, dat we wat meer de lucht in gaan. Zie je hier de Windesheimlocatie. En dan ga je de weg over. En dan kom je hier in het Hansenkwartier. Nou, het Hansenkwartier hebben we ook een afbeelding van hoe dat eruit komt te zien. Hier is onder andere de plek van het Zonnecollege, waar we nieuw gaan bouwen. En het Hansenplein, wat er ligt, dat wordt anders ingericht. Als we dan aan de andere kant van het spoor gaan kijken, dan zit je tegenover de Verreleewijk, waar nu Dinoland is en het gebouw van Wonen. Nou, je ziet dan een parkachtige omgeving ingericht. En je ziet hoe er gespeeld wordt met verschillende hoogtes. Hier komt een nieuwe tunnel, dat is nu al een fietsenstunnel. Maar daar komt ook een autotunnel bij. En er komt een plein voor. Nou, ook deze ontwikkelingen kun je allemaal terugzien op die verschillende borden.
Oké. Dank je. U bent wethouder voor de sportzone, vertelt u net. En we zijn nu net bij de onthulling geweest, ook van de identiteit daarvan. Ja, wat betekent het eigenlijk voor de gemeente Zwolle? Nou, dit gebied heeft een enorm grote betekenis voor de gemeente Zwolle, maar ook voor de regio Zwolle. Want dit gebied, we staan hier achter het station, dit gebied is van oorsprong echt een werkgebied geweest, waar heel veel bedrijven zaten met allerlei werkzaamheden. En dit gebied gaat de komende jaren veranderen. Dit wordt een heel nieuw gebied. Een gebied waar het nieuwe Zwolle gaat ontstaan voor Zwolle zelf en voor de regio. Een gebied waar gewerkt blijft worden, maar ook een gebied waar gewoond gaat worden. Er komen hier veel meer woningen in het gebied. Een gebied ook waar gestudeerd en geleerd kan worden. Het wordt een heel nieuw, stedelijk, dynamisch gebied waar je straks graag wilt zijn en waar je nu al kan proeven hoe het gaat worden. En daarbij is de passerelle natuurlijk ook een mooie aanwinst. Zeker, de passerelle is daar, wordt daar een heel belangrijke verbinding voor. Want nu kun je moeilijk over het spoor komen. Hè. Je kan via de tunnel onder het spoor door. Of je kunt via de fietstunnels het gebied uit. Maar we willen heel graag dat er een snelle verbinding komt tussen dit innovatiedistrict en de binnenstad. En dat gaat gebeuren met dus de passerelle. Ja, en die wordt de komende tijd aangelegd. We zijn nu begonnen aan de centrumzijde van het station met het afbreken van het combigebouwtje. Als je daar langs fietst of loopt, dan zie je dat nu gebeuren. Zodra die weg is, is er ruimte gecreëerd om de passerelle te gaan aanleggen. En dat is dan de volgende stap.